Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Goedemiddag jongens, het is vandaag maandag. Ik wou dinsdag zeggen, maar het is maandag. Ik heb het twijfel even. Het is vandaag tweede Pinksterdag. Ik ben vrij vandaag. Ik ben gisteren teruggekomen uit Antwerpen. Mocht je die vlog nog niet gezien hebben, check eventjes de vorige video. Want het was zo leuk in Antwerpen. Lekker naar het Like Me Expo geweest en alles. Dus ik heb er zo naar mijn zin gehad. Het is nu dus. Wat een herrie. Het is nu dus maandag en vanmorgen lekker uitgeslapen. Ik heb alles op bed gegooid wat ik mee heb genomen naar Antwerpen. Want dat ga ik nu opruimen. Ik heb mijn tas geleegd. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb hier ook eigenlijk nog van alles liggen. Wat ik eigenlijk nog moet opruimen en al. Dus dat ga ik doen. Deze schoenen moeten naar de gang. En dit zijn alle spullen. Ik ga jullie trouwens even laten zien wat ik allemaal heb gekocht daar. Want ik moet wel zeggen, de vlog is raar geëindigd. Nee, allereerst natuurlijk een jas, witte jas. Maar die hangt beneden. Dus ik ga daarin niet moeilijk doen om dit te laten zien. Ik heel even mijn bed recht. Want het zit hier allemaal overheen. Dat zit niet doorheen. Zo. Allereerst natuurlijk deze tas, omdat mijn rugtas brak. Daar zitten daar denk ik ook nog wat dingetjes in. Ik had dit blouseje gekocht. Dus met streepjes, gewoon een dun blouseje. En een zwart blouseje. Die kunnen ze terug mijn kast in. Ik heb deze tas gehaald bij de Primark daar. Dus gewoon zo'n hele grote buideltas die je om je nek gooit. Superleuke tas. Ik ga dit trouwens ook gelijk leeggooien. Alle dingen die hierin zitten moeten er toch uit. Even kijken wat hier nog allemaal ligt hoor. Met de kast. Dit moet daarin. Ook daarin. En dan heb ik er, misschien heel gek, maar dan heb ik er twee van meegenomen. Dat ik dit heel erg chill vind voor het werk. Als ik dan bijvoorbeeld aan mijn werk ga, kan ik het hier gewoon lekker ingooien. Dan ben ik daarna gewoon lekker klaar. Dus die heb ik meegenomen. Dit wordt ook echt serieus gewoon, denk ik wel, natuurlijk echt een tas die ik veel te gaan gebruiken. Ik doe in deze tas eventjes mijn dingetjes die ik nu niet zo heel veel ga gebruiken. Tenminste dingetjes die ik nu niet nodig heb. Hierin, mondkapje, die heb ik niet nodig. Slurtje heb ik ook niet nodig. Die heb ik niet nodig, die kan hierin. Deze kan hierin. Nou, mijn pyjama set, die heb ik uiteraard niet gekocht. Die heb ik gewoon meegenomen. Maar die had ik wel bij. Wat ik wel heb gekocht nog in Antwerpen, die is trouwens mijn slaapje, in Antwerpen, waren panties. Want ik liep een beetje te tobben, want mijn panty was stuk gegaan. Dus die heb ik gekocht, daar ligt er nog één. En dit hoesje heb ik gekocht. Niet daar hoor, de strap had ik al. Dit hoesje heb ik gekocht in Antwerpen. Super chill, ik zocht heel erg lang al naar zo'n hoesje. En ik liep er toevallig tegen eentje aan, dus ik was heel erg blij. Die, even kijken, deze broek moet in de was. Deze kan ik vanavond gewoon aan, pyjama setje. Dit is schone was. Oh, dat valt nou op de grond. Oeps. Dit moet in mijn kast. Dus even uitzoeken hoor jongens allemaal. Dat moet in de was. Kijk wat hier nog allemaal in die tas zit. Ik heb trouwens vanmorgen de hele ochtend de vlog geëdit. Was trouwens... Oh, kom hier. Het was trouwens wel leuk om te doen, om alles even helemaal uitgebreid terug te kijken. Dit tasje heb ik nog gehaald in Antwerpen. Een soort plastic-achtig tasje, dus dat op Forever Young. En ik zag die, was 5 euro en ik dacht, oh mijn god. Het is een heel klein boutiqueje. Superleuk. Echt heel erg blij mee.
Dan zit hier mijn toilettasje nog in. Die moet nog even apart. En er is haar oplaadboekje. Die moet ik apart houden. Die komt ze meteen halen. Nog een panty, want ik had er twee gekocht. Tenminste, zo'n bundeltje was dat. En mijn borstel zit hier nog in. Dan is hij leeg. Dan doe ik deze tas. Die spulletjes doe ik hierin. Die zet ik straks weg. Daar zijn allemaal spulletjes die er eventueel in kunnen. Verder heb ik eigenlijk niks raars gekocht ofzo. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb me echt heel erg netjes gedragen. Wat ik in de Like Me shop heb gekocht was dit linnen tasje. Met uiteraard Like Me erop. Heel erg blij mee. En foto's. Uit het museum. De Laat ons een bloem. Foto. Met Kim erbij. Heel erg leuk. Deze foto met Ash. Heel erg tof. Kim op de fiets van Caro. En hier omgeswitcht. Hier zit ik op de brommer van Vince. Zo leuk. Nou, natuurlijk de winterspecial. De snow globe achter het, of voor het huis. Heel leuk om te zien zo dat het zo nagemaakt is. Uiteraard de schooltrappen. Superleuke foto geworden, echt heel tof. En dan heb ik ook nog samen met Ash op de schooltrappen. En deze. Leuk, ik ben er heel blij mee, echt waar. Ik ga die foto's even opbergen. En dan ga ik ze uiteraard wel een mooi plekje geven. Want ik wilde deze kast ook even opnieuw indelen. Want dat is echt een beetje zo'n soort rommelplekje geworden overal. Maar uiteraard ga ik dit tasje lekker hier aan de haak hangen aan de muur. Want ik vind het zonde om dit dan weg te bergen. Dus ik ga deze denk ik hier hangen aan het haakje. Zo een beetje bij de tv. Kijk. Gewoon lekker een beetje in het zicht. Ik vind het leuk om dat daar te zien hangen. Dus ja. Ja. Dat is een leuk moment. Daar. Blij mee. Ik ga alles opruimen hier. Wat hier ligt. En voor de rest ga ik niet zo heel veel doen vandaag denk ik. Ik heb de boodschappen gedaan. Ik zal nog even afvalwacht brengen naar de ondergrondse container. En verder. Niet echt verder ga ik niks doen denk ik. Heel weinig. En alles is weer een beetje opgeruimd. Ik ga even naar de ondergrondse container lopen. Voor in ieder geval alles even in de grote zak doen. Wat ik aan afval heb, dan is dat ook weer opgeruimd. En ja. Ik moet ook een keer nieuwe bloemen halen. Die zijn echt dood aan het gaan. Dat is echt zonde. Oh. Nee, ik ben nog steeds echt zo hard aan het nagenieten van gisteren. Ik heb het zo naar mijn zin gehad. Het was leuk. Het was gezellig. Ik heb zoveel dingen gezien. Die ik gewoon wilde zien. Er zijn alleen nog een paar dingen. Wat ik nog moet downloaden. Ik heb namelijk, je had namelijk zo'n code. Ik ga het jullie nog een keer vertellen. Zo leuk vond ik het. Nee, er was een Smile Like Me code. Even kijken hoor, waar is die? Hier staat die tussen. Yesterday. Nee, de dag daarvoor. 22e. Je had zeg maar een scancode, die moest je daar scannen. En daaronder staat, ga naar mijn galerij. En daar staan dus alle foto's en filmpjes. Die we door de expo heen hebben gemaakt. Maar waaronder ook deze. Shit. Hier, ik ga het jullie laten zien. Leuk hè? Ik vind het zo tof gedaan. Maar die kan je dus alleen downloaden op je laptop. Dus ik heb daar gisteravond echt moeite voor zitten doen op mijn telefoon. Maar ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat me dat niet lukte.
Dus moest ik het op mijn laptop doen. Dus dat ga ik nu even doen nog. Dat is het enige wat ik nog moest doen. Trouwens, ik heb pantykousjes aan. Onder mijn broek. Maar mijn benen zijn nu echt oranje in plaats van een normale huidskleur. Het ziet er niet uit. Maar goed, ik ben gewoon thuis. Dus dat maakt uit. Ik ga naar beneden. Ik ga die dingen even downloaden. En dan komt Ashley aan deze kant op. Want haar kat haar oplaadblokje hier nog liggen. Dus die komt dat zo oppikken. En ik ga nu denk ik nog even lekker verder rommelen met de video. En hem uploaden. En nog denk ik even terugkijken. Want hij was wel heel erg leuk. Oh, goed, het is inmiddels avond. Ik ga mijn gordijnen dicht doen. En ik loop eerst een bad. Dan doe ik het ding van de pre-hond. Want ik ga even douchen. Maar ik ben zo moe. Ik heb avond gegeten. En echt direct na het avondeten. Ik ga laat trouwens wel even een klein beetje open. Maar direct na het avondeten werd ik zo moe. En ik denk nu echt, mijn god, wat is er aan de hand? Moe en mijn ogen die gewoon niet open willen blijven staan. Ik ga lekker even onder een warme douche. Dan trek ik lekker mijn pyjama aan. Dan ga ik lekker in mijn bed liggen. Het is 8:30. Nog niet eens volgens mij. Spieken. Precies 8:30. Dus ik ga even lekker douchen. Lekker in bed liggen. Lekker met de Switch nog spelen, denk ik. YouTube video's kijken. Misschien nog een paar afleveringen van Lisa kijken. Dat is wel een goed plan. Goed, ik ben klaar met douchen. En het is nog hartstikke licht buiten. De gordijnen zijn nog dicht. Want ik heb geen zin om in het licht te zitten. Ik doe zo lekker mijn lamp hier uit. En ik ga lekker tv kijken. Ik ben zo moe. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet überhaupt niet wat er is. Maar ik vind het zo raar. Ik ben echt doodmoe. Goed, ik heb mijn licht even fel gezet. Kunnen jullie me wat beter zien? Nee, ik ben echt idioot moe. Ik weet niet wat komt. Ik weet ook niet wat ik eraan ga doen. Ik weet wel dat ik zo gewoon lekker ga slapen. Ook al is het vroeg. Maakt me echt niks uit. Ik ben er gewoon best wel een beetje klaar mee. Ik wil de tv gaan kijken. Maar dat werkt niet. Dus het houdt op. Nee, ik ga maar slapen. Ik ben echt moe. Dus... tot morgen. Goedemorgen. Nou jongens, ik ben wakker, aangekleed en wel. Ik ben echt moe. Echt heel erg moe. Ik weet ook niet hoe dat kan. Maar goed. Ik heb mijn werkjasje gewassen. En mijn vest. Want zo warm is het nu ook weer niet. Maar ik ga zo werken. Ik mag weer. Ik mag er weer aan gaan beginnen, jongens. Nee, ik heb er wel zin in om weer te gaan werken. Ik doe mijn jasje en alles nog eens aan. Want dan is dat in ieder geval weer gebeurd. Dus ja, want zo warm vind ik het niet. En dan gaan we zo richting het werk. Ik had hier nog ergens dingen op. Vanmorgen echt wel weer eens echt mijn bed uit. Tenminste, ik werd weer te vroeg wakker. Dus dat was wel even drama, maar dat dacht ook alweer. Maar goed, het maakt niet uit. Het is 5:15 nu. Ik ben helemaal ready en klaar. Ik heb nu nog alleen koffie. Ik wil nog alleen mijn koffie opdrinken. Ik heb trouwens vandaag mijn fans aangedaan. Kijken of dat lekker loopt te werken. Want ik heb echt schoenen de laatste tijd. Dat loopt echt niet lekker. En ik ben via de Switch eventjes YouTube aan het kijken. Wat? Kopje koffie erin en dan gaan we naar het werk. Goed, ik ben afgedropt door mijn pa. Die rijdt daar nu vooraan helemaal. Volgens mij draait hij daar.
heb ik het vermoeden. Of hij rijdt door. Oh nee, hij rijdt door. Maar goed, op naar werk. Oh, een geintje. Ah, er zitten ook babygeintjes tussen. Er zitten er drie met donsveren. Ah, dat is lief. Ja, onderweg naar werk. Ik mag weer. Het is wel even wennen om nu naar 4 dagen. Ik ging hier weer vroeg op te gaan en alles te doen. Alhoewel, ik ben wel vroeg opgegaan, maar het is toch anders. Nu moet je naar werk en normaal liep ik nu afgelopen weekend te slenteren. Om deze tijd al wel. Ja, wel om deze tijd liep ik al te slenteren in Antwerpen. Maar goed, ik mis het daar wel, jongens. Het was zo gezellig, zo leuk. En ja, het is nu wel dat ik denk van, oh, ik vind het toch wel jammer. Maar goed, onderweg naar werk. En dan vanmiddag als ik klaar ben om 11:30, ga ik gelijk door naar Rotterdam Centraal. Want ik ga een abonnement aanschaffen voor mijn OV. Want ik ben elke week, laat me zeggen, 70 euro kwijt. Even dik afgerond. Is niet heel grappig. Is echt peperduur, niet leuk. Dus en voor een abonnement ben ik 130 euro per maand kwijt. En anders zou ik 200, iets meer dan 200 euro per maand kwijt zijn. Nou, dat is leuk voor nu. Maar het is niet de bedoeling dat u een kwart van mijn salaris elke maand gaat inleveren. Aan de reiskosten hier naartoe. Dus ja, in ieder geval onderweg naar werk. Ik ben trouwens blij dat ik een vestje aan heb gedaan onder mijn jas. Want zo warm is het nou ook weer niet. En ik heb last van mijn onderrug, heel erg. Ik denk nog steeds door het wandelen in Antwerpen. Want ik heb gisteren ook niet echt stilgezeten. Ik heb al wel wat ingenomen, maar dat heeft in Antwerpen ook niet echt gewerkt. Want ik heb dat daar ook continu gevoeld. Maar goed, in ieder geval. Gewoon op het gemak vandaag, rustig aan. Dan komt het allemaal wel goed. In ieder geval, onderweg naar werk. Maar het enige nadeel is als mijn pa me brengt, of voordeel, is dat ik veel vroeger op mijn werk ben dan dat ik er normaal zou zijn met het OV. Daarom heb ik nu gezegd van, joh, ruim me door, zet me hier maar af. Ik loop nog een stukje. Dan kan ik gelijk nog een beetje wakker worden. Goedemorgen jongens, het is woensdag vandaag. Ik heb koffie. Ik ben wakker. Eigenlijk kleed ik me wel een make-upje gedaan. Ik heb een zwart t-shirtje aan, een shirt met lange mouw. Een blauwe broek en ik doe mijn zwarte Nike Airs aan. Maar eerst een kopje koffie en nog een paar afleveringen van Lisa. Want die heb ik al 2 weken niet gezien, dus ik loop echt vet achter. En daarna het netwerk. Mijn pa brengt me, want die moet ook werken, dus dat compenseert goed. Dus dat is mooi. Dus ik ik ben er helemaal blij mee. Goed, het is inmiddels avond. Volgens mij heb ik al gevlogd toen ik thuis kwam, maar hoeft maar niet uit. Het is 8:55. Het is nog best vroeg, maar ik ga er langzaam in. Ik denk dat ik nog wel een aflevering van Lisa ga kijken. Maar ik weet het niet zeker. Ik twijfel er nog een beetje over. Ik heb wel zin om nog een aflevering te zien. Dus ik overweeg het wel en 1 afleveringetje meer of minder, dat kan ook geen kwaad. Ik zoek wat, maar ik weet dus even niet meer wat. Altijd zo handig als je dingen kwijt bent. Morning! Goedemorgen jongens en meisjes, ik moet zachtjes doen. Want zo, mijn vader en mijn moeder slaapt nog. Maar ik niet. Het is vroeg, het is 6:15. Ik heb mijn wekker per ongeluk een uur te vroeg gezet, dus ik stond er om 4:15 naast in plaats van 4:15. Ik ga jullie proberen hierop te zetten. Ah, dat werkt toch. Nee, ik stond er dus echt behoorlijk vroeg naast. Zat ik niet helemaal tot te wachten, maar goed. Ik kon ook niet meer slapen, dus ik ben er maar gelijk uitgegaan. Ik heb nog wat editwerk op mijn laptop gedaan. En ik ben nu aangekleed. Ik heb een wit shirtje aan, een lichtblauwe broek. Ik ga het zo laten zien. En ik heb mijn witte Converse weer eens uit de kast getrokken. Nu een kopje koffie. Ik wou eerst een kopje koffie meenemen, maar toen dacht ik, ja. In de metro is shit, mag je natuurlijk niet drinken. Dus
heeft geen zin. Maar, wel een leuk dingetje trouwens wat ik wil vertellen. We zijn op zoek, tenminste, de familie en de tante van mijn opa. Die woont in Zeeland. En haar man is vorig jaar overleden aan corona. En ja, zij gaat dus verhuizen. Ze heeft een mega groot huis in Zeeland, vrijstaand. Tenminste, deels vrijstaand. Amper buren, er zit niks achter, er zit niks voor. Het is best een verlaten weggetje waar aan het ligt. Dus we zitten eraan te denken om dat te gaan kopen. We gaan volgende week dinsdag, 1 juni is dat, gaan we kijken. En aan de hand daarvan gaan we dus de beslissing nemen van gaan we het doen, gaan we het niet doen. Het is een oud huis, dus er zullen echt wel heel veel gebreken zijn. Dus het is een beetje van, joh, is dat nog op te lossen? Hebben we er zin in? Willen we dat? En ja, het enige nadeel wat je hier, of wat je hebt daar, is dat je niet, net als nu, kan ik gewoon de deur uit. Dan zit ik binnen 5 minuten bij de supermarkt, bij de Kruid of bij de Action. Dat kan daar niet. Daar moet je echt de fiets pakken. Lopen doe je 1 uur over om in het dorpje te komen om waar de winkels zijn. En met de fiets deed je er 1 kwartier over, met de auto 5 minuten of zo. Maar ja, ik heb geen auto, dus het zal de fiets moeten worden. Of ik moet voor een brommerrijbewijs gaan. Maar ik wil sowieso ook maar gewoon autorijbewijs halen hoor. Maar het is een beetje leuk om te overwegen van, joh, wat doen we nu? En het is voor mij mijn eerste keer bewust verhuizen. Ik ben, toen ik 5 was, vanaf, laten we zeggen 10 minuten, nou niet eens 5 minuten afstand met de auto. Hier vandaan, tenminste hier naartoe gaan verhuisd. Dus het is voor mij de eerste keer bewust verhuisd, want ik was toen 5. Ja, daar weet ik gewoon amper meer wat van. Dus dat is heel erg leuk. Maar goed, koffie op drinken. Het waait heel hard. Ik had een ander jasje in de bedoeling. Het is grijs, maar dus ik denk dat ik een andere jas aan ga trekken. Goed, inmiddels heb ik lekker gewerkt en loop ik nu, ik ben even omgekleed, maar loop ik nu met mijn nieuwe guesttasje, die ik gisteren heb aangeschaft. Best een aankoop, maar ik heb verder helemaal geen merktassen of iets en dat wilde het heel graag. Dit was zo'n bundeltasje, want er hoort nog een grote tasje achter, zeg maar. En dan hangt er een kleintje voor, maar ik heb het kleintje even bij. Van Guess, in de rood. Helemaal blij mee, maar ik ga nu onderweg naar de kapper. Ik heb dus lekker gewerkt en ik bedacht me in één keer onderweg naar huis van ik wil eigenlijk wel weer even langs de kapper. Dat is lang geleden. Lekker laten verven ook. Dus dat ga ik doen. Ik heb een afspraak gemaakt voor 2 uur, het is nu 2:15. En ik ga mijn haar laten verven en laten knippen. Nou zal het knippen niet zo heel erg boeiend zijn. Maar ik ga mijn haar laten verven. En ik weet al wat voor kleur ik wil gaan doen. Dus dat wordt nog leuk. Het wordt anders dan wat ik nu heb. Ik ben heel, heel erg benieuwd. Goedemorgen jongens. Let niet hierop, want ik heb van die extra lange lipstick gebruikt gisteravond. Het kwam me niet meer af. Maar, goedemorgen. Het zit trouwens wel aan mijn handen. Maar goed, goedemorgen. Ik weet nog niet of ik gisteren wel of niet gefilmd heb met mijn haar, maar ik heb mijn haar paars geverfd. Nu valt het nog niet op omdat ik niet in de zon loop. Maar in de zon is het paars. We hadden gisteren alleen even drama. Want gisteren was mijn hele hoofd was rood. En alles wat op mijn hoofd uit zat was echt fel rood aan verven en niet paars. Dus daar is er even drama om dat weg te krijgen thuis. En het was ook niet recht geknipt. Maar dit was schever. Aan deze kant, de achterkant is ongelijk. Dus oma die heeft het gisteren eventjes bijgeknipt. Dus dat was heel fijn. Maar ik ga een kop koffie zetten. Het is, ik werd heel vroeg wakker al, want er waren mensen bezig met de onkruid en zo. Bij de struiken. Het is nu 8 uur. Het is niet zo heel laat, maar ook niet heel vroeg. Dus dat is precies goed. Ik ben vanaf 6:30 al wakker of zo. Maar ik had echt geen goesting om eruit te gaan. Dus ik dacht, weet je wat? Ik blijf er gewoon nog even lekker liggen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik pak lekker de grote picknickmok die ik aan mijn maat heb gegeven. Uiteindelijk gebruik ik toch allemaal dezelfde mokken. Maar die is lekker goed. En ik heb gewoon best wel trek in een grote kop koffie. Kijk, dus net in het licht zag je het wel, jongens. Eerlijk. Kijk maar. Zo in het licht.
zie je wel dat het paars is. Ik ben er echt super blij mee. Ik vind het heel vet om weer even zo'n gek kleurtje te hebben. En het is helemaal niet zo heel opvallend. Want de kleur die hierna kwam in het randachtige tintje, dat was echt stoplichtrood. En dat was gewoon geen ding. En ik denk, ja, zo kan ik ook niet op mijn werk aankomen. Kijk, dit is nog wel netjes te doen. Het is niet raar of zo. Verder heb ik nog wel iets te melden. Ik heb jullie als het goed is een paar maanden geleden verteld over dat ik op een dating site zat en contact had met een jongen en zo. Ja, uiteindelijk was dat gestopt en was dat weer terug. Dat contact was super gezellig. We hebben nog nooit afgesproken of zo. Hij wil niet afspreken, heb ik het idee. En weet ik wat er nu aan de hand is, maar het lijkt alsof hij depri is of zo. Ik heb geen idee. En het was niet van ja, nou, we weten als we elkaar niet meer spreken, bla bla. Oké, ik dacht vanaf het begin af aan dat we elkaar weer spraken over van what the fuck, waarom is het raar hoe hij doet. Dus ja jongens, niet elke jongen is normaal in het leven. Maar goed, ik ga zo even mijn haar doen en mijn aankasten aankleden. Ik heb gisteravond nog een douche, dus dat hoeft niet. En uiteraard even een kopje koffie drinken. Goed, ik dacht ik ga eerst even ontbijten. Dus ik heb de tafel vrijgemaakt. Even kijkjes eten en een kopje koffie drinken. En even YouTube kijken. Want ik ben ook lekker in focus. Goed, ik ben vanmorgen even naar het centrum geweest. En ik ben nu met een fiets in de handen. En mijn kersttasje. Ik heb nu de grotere kersttasje even gepakt, want daar past net even wat meer in. Maar, ik ga onderweg naar het centrum. Maar goed, dus onderweg naar... Nou, ik zei centrum, maar eigenlijk is gewoon eventjes de winkels bij ons. Op de fiets. Rijdt super lekker. Kijk, mijn haar is nu echt rood. Nee, maar het is wel even chill om lekker gewoon met een vestje aan. Ik heb me even omgekleed. Lekker om met een vestje aan naar buiten te kunnen gaan. Zoveel fijner. En gewoon lekker weer even op de fiets te kunnen stappen. Ik hou normaal helemaal niet van fietsen. Maar ik vind het dan toch eigenlijk wel even lekker. Zeker met dit weer. Helemaal top, helemaal blij mee. Ik ben trouwens ook echt nog steeds ultiem blij met het kersttasje. Ga ik even lekker via de dijk. Het is toch gewoon überhaupt gewoon vloggen waard zonder iets te zeggen. Zo lekker weer. Ja. Ik vloog een vlieg tegen mijn neus. Ik ben bijna mijn plaat. Maar hey, maar niet uit. Op naar de overkant. Goed, en ik ben geslaagd. Ik heb even een heel klein rugtasje weten te scheppen. Dus dat is top. Want er is voor werk ook gewoon staan. Daar kan ik gewoon alles introppen. En ik ga uiteraard mijn guesttas niet meenemen naar het werk. Dat is wel zonde. Oh, even draaien. Nee, dat is gewoon super zonde dat ik dat ga doen. Dat was natuurlijk niet mijn plan. Want ik heb geen zin dat het gejat wordt ofzo. Weet je, dat kersttasje dat is gewoon voor als ik lekker wegga of als ik echt een klein tasje nodig heb. Niet voor werk en dat soort dingen. Oeh, het waait aan deze kant. Ik mag eigenlijk helemaal niet aan deze kant fietsen. Ik moet aan die kant van de weg fietsen. Op het fietspad. Maar hey. Ik heb trouwens groenten gehaald. Ik had eigenlijk ook nog wortels mee willen nemen, bedenk ik me nu. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb, wat heb ik nog meer? Medicijnen gehad voor mijn moeder. Ik heb watermeloen meegenomen. Ik hoop dat jullie me een beetje horen. En gehakt gehaald bij de slager. Want dan ga ik vanavond lekker een prak maken met roerbakgroenten en zo. Lekker. Trek in. Oké, ik ga de bocht weer om. Zo chill. Echt tof. Nee, ik had helemaal geen rugtasjes meer.
En die zocht ik eigenlijk in Antwerpen al, bij die boutiquejes, maar daar hadden ze niet. Dus nu vond ik hier in mijn boutiquejes op Akkerhof. Blij mee. Heel klein, schattig. Dus dat is enkel een stuk helemaal niet veel geld. Groot en zo. Trouwens, wat vinden jullie trouwens van de kleur, jongens? Ik zie zelf een locatie, maar het is geen echte kleur in de zon. Let me know, volgens mij is het echt rood-paars. Maar ik ben er wel heel blij mee. Maar goed, ik ben weer thuis. Ik rij zo de straat weer in. Het is heerlijk weer. Ik kan niet wachten op het weekend. Goed, let niet op mijn gezicht. Ik heb net mijn gezicht even gedaan. Maar het is nu avond. Ik heb avond gegeten. Trouwens super lekker. Maar ik ga deze vlog editen, zodat die maandag online kan. En dan ga ik een weekendvlog starten. Dat is misschien wel leuk, want ik ga natuurlijk ook naar de verjaardag van Kevin dit weekend. Dus dat is ook leuk om eventjes misschien een beetje bij te voegen. Dus ik ga de vlog hier afsluiten, jongens. En jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je meer van me wil zien. Doe ook een duimpje omhoog als je mijn haarkleur leuk vindt. Doe geen duimpje omlaag als je mijn haarkleur niet leuk vindt. Maar laat weten wat je dan als andere haarkleur had geadviseerd. Maar ja, het is trouwens, ik weet trouwens niet eens hoe laat het is. 7:15 dus. Top tijd. Echt een toptijd. Maar ik ga dus onderweg. Tenminste, ik ga nu dus de vlog editen. En dan ga ik mijn ding doen. En dan uiteindelijk ook gaan slapen natuurlijk. Maar ik ook even wilde laten zien. Die vond ik nog in mijn tas. Dit heb ik in Antwerpen gekocht. Oké, heel leuk. Goed, het is al tijd om te gaan afsluiten. Ik zie jullie volgende week bij een nieuwe vlog.